Ik kom voor de begroting, Rob. En dat gaat u allemaal volgen? Dat probeer ik een beetje te volgen. Ik ben reuze benieuwd wat de inbreng van de stad is. Hoeveel insprekers er zijn. Dat vind ik natuurlijk heel erg ben ik nieuwsgierig naar. Wat brengt u hier? Wat de gemeente van plan is met betrekking tot de toeristenbelasting hier in Amersfoort te gaan heffen. In deze moeilijke tijden waar we het allemaal moeilijk genoeg hebben. Want u wilt hier komen logeren? Nee, ik heb het Mercure Hotel, dat is voor mij. Ja, en dus de exploitatie. En dit hadden we nooit verwacht, dat een stad in deze tijd zoiets voor elkaar denkt te moeten krijgen. Nou, ik ben voornamelijk van rechts van het midden. Zowel min of meer als positiebepaling als politiek. Maar ik denk dat het eigenlijk in het midden staat waar mijn voorkeur naar uitgaat. Ik denk dat het standpunt wat wij willen innemen als hoteliers vele malen belangrijker is. U weet inmiddels allemaal van het feit dat onze raadscollega Ramon Smits-Alvarez sinds donderdag is vermist. Dat maakt het persoonlijk voor mij en wellicht ook voor u wat ongemakkelijk om vanavond bij elkaar te zitten en over te gaan tot de behandeling van de begroting. Maar tegelijkertijd gaat het werk van de raad gewoon door. Toch wil ik vanaf deze plek de hoop uitspreken dat Ramon snel terugkeert bij zijn gezin en in ons midden in deze raad. Dan geef ik u het woord en daarna is de heer De Vries en daarna gaan we vanzelf van start. Onze leden, de hotels, die zijn pijnlijk getroffen door het voorstel van de raad aan het college gericht op de herinvoering van de toeristenbelasting. Er is geen duidelijk doel, er is geen plan, er is geen vraagstelling, er is geen probleemanalyse. Als het gaat om acquisitie van toeristen, dan is dat juist een kerntaak voor de hotels. Daar zijn wij dagelijks mee bezig, meer dan ooit zelfs. Het is een moeilijke markt, dus wij richten ons daar continu op. Heeft u het idee dat u vanavond de raadsleden een heel klein beetje hebt kunnen overtuigen van de onzinnigheid van deze maatregel? Nou, ik ben er wel van overtuigd dat het duidelijk is geworden dat er geen duidelijke probleemstelling is. Ik heb er ook wel uit de vraagstelling op kunnen maken dat bepaalde raadsleden hebben begrepen dat het een onzinnige belasting is. Waar hebben we het over? Terecht dat u met dit punt komt. We hebben natuurlijk jarenlang geen toeristenbelasting gehad, dus het is natuurlijk een nieuw element. Het is goed om even te horen dat het niet goed gevallen is bij de hoteliers. Dat is... En nou gaat u het ook afstemmen? Nou, ik verwacht wel dat we nog een beter antwoord krijgen op van wat is nou eigenlijk het doel wat we met elkaar willen bereiken en is dit daarvoor het goede middel? Er zijn nauwelijks instrumenten van economisch beleid. Het voorstel dat de raad aan het college heeft gedaan, staat hier haaks op. Er zijn meerdere branches, meerdere organisaties die er profijt van hebben als de toeristen naar Amsterdam toe komen. En ik denk dat je dat niet alleen maar op één tak van de horeca moet stoppen. En daar heeft u vanavond de raad van kunnen overtuigen? Ik denk dat we een gevoelig snaar hebben geraakt en dat we wel wat vragen hebben opgeworpen die nog beantwoord moeten worden. En misschien dat we daardoor uiteindelijk een positief besluit krijgen. En de vraag is dan, de aanvullende vraag van mij op uw antwoord. Hoe hou je dat vol? Het was zo dat men kennelijk op de gedachte was gekomen om hier iets origineels neer te zetten in de raadzaal. En dan bent u daarvoor in? Een paar keer was aangedrongen van wilt u daar op inspreken of commentaar geven. Dat werd eigenlijk geen gebruik van gemaakt. En toen dacht ik, als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Zijn er meer gevolgd? Ja, meneer Miltenburg van de hoteliers, de hotelhouders, heeft mijn voorbeeld gevolgd. En die toeristenbelasting, is dat nou een goed idee? Ja, kijk, je moet het goed bestuderen. Ik vind dat de hotelhouders en de horeca een serieuze nota hebben ingediend. Ik vind ook dat de raadsleden daar ook heel goed naar moeten kijken. Er ligt geen goede motivering onder, dan maak ik me daar wel zorgen over, want ik vind dat dat best mag zijn. Toeristenbelasting, goede zaak? Nee. En waarom niet? Omdat het ten eerste, de sector geeft al 30.000 vrijwillig aan city marketing. Die zijn we dus kwijt, want als je belasting moet betalen, dan valt de vrijwilligheid vaak weg. En aan de andere kant kost het ook weer geld en ambtenaarcapaciteit om het te innen. Ja, de sector zit er niet op te wachten, de stad ook niet. Deze situatie is al een aantal jaar aan de gang. Dat betekent dus dat het voor hotels buitengewoon lastig is
Je moet er niet aan denken dat de raad zou besluiten om zo'n heffing door te gaan voeren. Want ja, wij kopen er niets voor, de stad koopt er niets voor. Uit de stukken blijkt, ja, men heeft geen idee wat men ermee zou moeten gaan doen. En onze gedachte is, je moet eerst kijken, wat wil je bereiken? Kies een helder doel, ga na hoe je dat zou willen bereiken. Ga na of het zin heeft, kijk wat het kost. En ga daarna praten over wie gaat het betalen en hoeveel gaat het kosten. Leggen van verantwoordelijkheden. Ja, want als we echt die burger dat stuur in handen willen geven, ik kom zoveel tegen de praktijk dat door alle vesten, ja, ambulantes toestanden, dat ik geloof niet, of wij geloven niet, dat niemand kiest bewust voor afhankelijkheid. Er zijn allerlei processen gaande waarom dat soms wel aan de orde is. Maar iedereen vindt het niet zo. Wat je gegeven wel zou kunnen zien is dat er zijn ideeën gaat nou om huisarts. Het verhaal was heel erg nadenken over wat gebeurt er allemaal in de zorgsector zo meteen. Daar heb ik wel over nagedacht, maar dat heeft voor deze begroting nog niet zo'n punt. Waarin 11 verenigingen vertegenwoordigd zijn met in totaal zo'n 20 orkesten binnen die 11 verenigingen. Continuïteit van onze 4 orkesten komt dan in het geval. Ik vind dat soms moeten kloppen, maar ik denk ook dat de nieuwe amateurkunstverenigingen een duurzame toekomst tegemoet gaan. En daar moeten ze echt zelf voor zorgen. En ik heb daar ook naar gevraagd, hè, wat zou er gebeuren als u nog wel 100% bezuinigd zou worden. Hier opnieuw inspreken, dat we een beeld krijgen van de voortgang. En dan zegt u tegen deze gezelschappen die proberen het hoofd over water te houden, zegt u van, goh, ja, doet u echt wel genoeg om de sector. Ik heb gehoord en ik heb noodkreet gehoord. Ik heb ook van de heer Boon een nuance gehoord. Dus zoals ik al zei, daar ben ik een beetje over in verwarring. Ik wil me daar nog eens nader in verdiepen en ik wil er zeker ook met de fractie over spreken. Dus u bent wel in verwarring gebracht? Ik ben een beetje in verwarring gebracht, ja.